Cyberzoek, het digitale trapveld op het Timorplein, was vandaag alweer het middelpunt van commotie in de Indische buurt. Er waren veel notabelen, pers en cameraploegen. Dus dit was blijkbaar niet zomaar een commotietje. Toen de autostoet met bijrijders aankwam, werd alles duidelijk. Prinses Maxima kwam even kijken bij Cyberzoek. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om de lancering van een nieuwe project te ondersteunen. De prinses deed eerst de ronde van de bestaande projecten en sprak met buurtbewoners over hun ervaringen. Taal en oude betrokkenheid. Open inloop computer. Open inloop voor ondernemers. En natuurlijk het breibedrijf. Maar toen was het tijd voor de officiële deel van haar bezoek. Het startschot van de open inloop taal, opgezet door Cyberzoek en gesponsord door woningbedrijf IJmere, ICT-bedrijf Sogetti en Stadstel Oost. Omdat Cyberzoek 10 jaar bestaat dit jaar en omdat wij vandaag de lancering wilden doen en hebben gedaan van de open inloop taal. Een nieuw te starten project, dit voorjaar startend, voor iedereen die vanuit Oost een steuntje in de rug wil hebben bij het beoefenen van de Nederlandse taal. Veel moeders die behoefte hebben om wat meer Nederlands in de praktijk te oefenen. Studenten die hun scriptie nog een keer nagekeken wilden hebben. Ondernemers die een ondernemersplan willen opstellen en daar het Nederlands goed van willen formuleren. Zoals Cyberzoek het open inloop concept heeft, al met de computer, maar dan toegepast op de Nederlandse taal. Ja. En Prinses Maxima heeft vanochtend de lancering daarvan bijgewoond. Heren, woningbouwvereniging bij ons in de buurt. Connie Valkhoff van de gemeente Deelstad Oost en René Speelman van Sogetti. En graag zou ik ze willen vragen om te tekenen en daarmee is de open inloop taal dan formeel van start gegaan. Ze komen vast een moment in de week, nog een beetje te schipperen naar wat is een geschikte dag. Maar dan gaan we bijvoorbeeld in de ochtend tussen 10 en 12 hebben we vaak activiteiten. In de middag tussen 1 en 3. En dan op dat tijdstip is hier een taaldocent, zijn hier begeleiders die daarbij kunnen helpen. Is er verschillende computerprogramma's zijn er. En kan iedereen daarbij aanschuiven en of zelfstandig werken met de middelen die hier zijn of om assistentie en begeleiding vragen aan de docenten en begeleiders die hier zijn. Dus alweer een uitstekend initiatief van Cyberzoek voor de bewoners van de Indische buurt en Oost. Klokslag 11:30 vertrok Prinses Maxima in haar auto met bijrijders. En de bewoners van Oost konden weer tot rust komen en even napraten over een echte sprookjesachtige ochtend. Volgende keer. Van de lokale gaat het niet.